Een kale vlakte, een wand van tenten. Het is herfst. Ze zijn in de nacht gekomen, hebben de braakliggende grond bezet en er hun vlaggen ingeplant. Daarmee willen ze duidelijk maken, we zijn hier niet alleen voor onszelf, we zijn hier voor heel Chili, haar problemen en haar ontwaken. Wat ze in dit stadium nodig hebben is een houten huis dat het staatswoningbouwbedrijf voor hen neer zal zetten, zodra de grond legaal van de tegenwoordige eigenaren is overgenomen. Hier, op die barre, ongastvrije vlakte, begint de lange weg die naar het grote doel moet leiden. Eindelijk een veilig plekje voor henzelf. Tussen vier eigen muren, onder een eigen dak. Wat verwacht zo'n familie zelf van de toekomst? Welke esperanza tiene la familia Campos para el futuro? La esperanza de tener una casa que se los construya y pagarla, no atrasarla en los pagos, para que así el presidente pueda después construirle a otros compañeros que necesiten igual como estamos nosotros acá. Queridas compañeras y estimados compañeros, yo tengo que visitar cuatro poblaciones y se entregan hoy en total 1950 en este campamento y en total 7.000 viviendas. Si en cada parte hago un discurso, estoy lucido. Además, ustedes, supongo, que me habrán oído ya bastante y además escucharán la radio y pondrán de vez en cuando la televisión. ¡Hola, compañera! Hola, ¿cómo te va? Pareja joven, ¿cuántos niños tienes? Dos. Dos, ¿dónde está el otro? Abajo. Ahí. ¿Y el tercero cuándo viene? Buena cuota. Buena cuota, no más. Gracias, compañero. Gracias a ustedes. El movimiento popular, ustedes, el pueblo, los trabajadores, que han conquistado el gobierno, tienen como conciencia inamovible un grande y un hondo sentido patriótico y nacional.
hemos dicho que este movimiento es el más patriótico que ha existido, ya que la lucha básica nuestra ha sido y es contra el imperialismo y las grandes empresas transnacionales, la recuperación de las riquezas básicas por el gobierno para el pueblo, constituye el indiscutible hecho más señero de lo que ha realizado este gobierno. No hay ningún país sudamericano que construya para el aumento vegetativo de la población. Por eso que el esfuerzo que tenemos que hacer es muy extraordinario. Los periodistas extranjeros seguramente no lo van a creer, pero yo fui el año 1940 ministro, el 39, ministro de Salud Pública. Estoy bien conservado, ¿eh? Todavía tienen dudas, ¿sí? Fui el año 39, ministro don Pedro Aguirre. Hice la primera exposición de la vivienda de Chile ahí en la Alameda de las Delicias, frente al Club de la Unión. En esa época el Club de la Unión era un club de la oligarquía chilena. Hoy día es un restaurante malo y barato. ¿Cuánto falta, creen ustedes? ¿Ah? 600.000. Y ese compañero, yo lo que he dicho por radio. Bien, está bien. Os felicito. La compañera lo había dicho primero, ¿ah? ¿Eh? Así que, fíjense una cosa. En primer lugar, dos personas de las que están aquí han contestado. El resto se quedó callado. Lo cual significa que lo que he dicho 50 veces en Chile, no se lo han aprendido, no se lo han metido en la cabeza o no lo han oído. Y después se quejan, y después pierden las elecciones. Ni siquiera oyen los discursos, no los discuten y no se les meten las cosas en la cabeza. ¿Hasta cuándo diablos van a seguir así? Un gran pabellón. En primer lugar, no puede haber ninguna población más. Óigalo bien, subsecretario. Óigalo bien, Quiroga. Ni una sola población más que no tenga un pabellón para una guardería infantil. Así que ahora voy a entregar las llaves. Gusto saludarlos. Cuiden sus casas. Y pasadas las elecciones, invítenme a un día para que pueda estar con ustedes, tomarme una taza de té. Compañero. Gracias. Compañero Canales. Bueno, ¿cuántos niños primero? Dos. Está bien. Está bien. Venga para acá, compañerita. Póngase a la derecha. Venga para acá. Acá. Yo me pongo en medio. No, ¿ah? Listo para la foto. Esta foto va a recorrer el mundo. ¿Ah? Sobre todo porque yo soy del partido de él. Toda la vida, desde que yo lo conozco a él, porque ya que lo conozco hace muchos años. Muchos años. Y yo sé que nunca él ha sido traidor a su partido, que eso es lo principal. Porque usted sabe que siempre una persona tiene que ser nobleza de corazón, porque si él pertenece a un partido, tiene que ser hasta el último. ¿Y esto lo hizo solamente quién? Nuestro presidente. ¿Y es por eso que ustedes votan por Allende, sí, o antes ya tenían una...? No, siempre hemos sido, bueno, al menos yo siempre he sido de izquierda y seguiré claro, siendo, también. Aunque hasta aunque pase lo que pase, siempre somos de izquierda. September 1973. Terreur, geweld. Welke vijand moest er met deze middelen worden tegengehouden? Waartegen moest de reactie haar laatste reserves inzetten? Zeker niet tegen een fascistische dictatuur.
Unidad Popular, de eenheid van het volk. Een verbond van de linkse krachten in Chili. Socialisten en communisten, radicale democraten en progressieve christenen. Onder deze vlaggen werd in september 1970 een historische verkiezingsoverwinning behaald. Dr. Salvador Allende Gossens, kandidaat van de partijen van de Unidad Popular, behaalde meer stemmen dan wie ook van zijn rechtse tegenstanders. Het stembiljet was in Chili het succesvolle wapen in de strijd van het volk. Sherp en Steer, de onderscheidingstekens voor de hoogste gezagsdrager, verwisselen van eigenaar. Fernando Frei, president van 1964 tot 1970, overhandigt ze aan de socialist Salvador Allende. Een compañero president, een kameraad president. Vier keer had Salvador Allende zich kandidaat gesteld. In 1952 behaalde hij 5,5% van de stemmen. In 1958 zijn het er al 28,8%. In 1964 38,9%. Maar de uiteindelijke overwinning in het jaar 1970 heeft niet alleen een persoonlijke voorgeschiedenis. Al in de jaren 30 en 40 moest het Volksfront in Chili een felle politieke strijd leveren en droegen socialisten en communisten regeringsverantwoordelijkheid in kabinetten van conservatieve democraten. Een nog vroegere getuigenis van deze democratische volksbeweging is te vinden in het Chileense parlement, waarin sinds 1906 afgevaardigden van de proletarische beweging zitting hadden. De kameraad-president, gekozen tot het jaar 1976. De Chileense Republiek geeft de hoogste gezagsdrager grote macht. De president is staatshoofd en regeringsleider tegelijk. Maar veel ruimte om te regeren heeft het kabinet van de socialist Allende in feite niet. In het parlement zijn de afgevaardigden van de Unidad Popular tegenover de conservatieve partijen in de minderheid. De rechterlijke macht is vast in handen van de oude, bezittende klasse. De opperste rechters zijn voor het leven benoemd en komen zonder uitzondering uit de gelederen van de burgerij. De strijdkrachten en de politie dragen hetzelfde politieke stempel. De officieren zijn voor meer dan 80% afkomstig uit de economisch bevoorrechte groepering van het Chileense volk. En wie traint ze? Wie bewapent ze? De Verenigde Staten. En dat land behartigt de belangen van de machtige concerns die regelrecht staan tegenover het programma van de Unidad Popular. De president van de ITT, de Telefoon- en Telegraafmaatschappij, was ronduit tegen deze president van Chili.
De president van de Kennecott Copper Corporation dacht er precies zo over. En ook de president van de Anaconda Kopermaatschappij had overwegende bezwaren tegen de macht van de volksbeweging. Op zichzelf niet onlogisch, want langer dan een halve eeuw hadden Amerikaanse concerns het Chileense grondgebied als het eigendom van hun firma beschouwd. De president van het land zagen ze als een soort werknemer of hoogstens als een compagnon. Na Eduardo Frei waren de tijden van ongebreidelde uitbuiting voorbij, want op de compañero-president, de kameraad-president, mochten de Amerikaanse concerns niet meer rekenen. En dus begon de top van de internationale telefoon- en telegraafmaatschappij in New York, afgekort ITT, onmiddellijk na de verkiezingsoverwinning van de Unidad Popular een ondermijnende en misdadige actie tegen Chili op grond van geheime agitatie en duizenden dossiers. Het was trouwens toch ook weer een Amerikaanse journalist die de ondergrondse actie tegen Chili onthulde. De directeur-generaal van de ITT had overigens wel verwacht dat president Allende zijn maatschappij in het belang van de economische onafhankelijkheid en de nationale veiligheid zou onteigenen. Het historische besluit werd bekrachtigd door de ondertekening van een decreet in het presidentiële paleis La Moneda. Ook de machthebbers van de Noord-Amerikaanse kopermaatschappijen konden terecht vrezen dat Eduardo Frei de laatste Chileense president was geweest die de buitenlandse plundering van Chili's bodemschatten had toegelaten. President Allende heeft ook op dit punt het programma van zijn volkspartij uitgevoerd en de bodemschatten van het land genationaliseerd. Dit zijn beelden van deze historische gebeurtenis in Rancagua. Indrukwekkend was de reden die Allende hield voor de Verenigde Naties in New York. De Anaconda Company en de Connecticut Copper Corporation plunderden sinds vele jaren Chili's koper. Ze haalden alleen al in de laatste 42 jaar voor meer dan 4 miljard dollar winst uit onze grond, hoewel hun aanvangskapitaal niet meer dan 30 miljoen dollar bedroeg. Wat betekent dat voor Chili? Laat ik eens een pijnlijke tegenstelling noemen voor deze miljarden winsten. Er zijn in mijn land 600.000 kinderen die nooit meer in staat zullen zijn een normaal mensenleven te leiden, omdat ze gedurende de eerste 8 maanden van hun leven niet het minimum aan proteïne hebben gekregen dat iedereen nodig heeft. Die 4 miljard dollar winst uit de kopermijnen zouden Chili volledig veranderen. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom de kindersterfte in Latijns-Amerika zo hoog en de levensduur zo kort is, wanneer men bedenkt dat er 28 miljoen woningen te weinig zijn. Dat 56% van de bevolking ondervoed is, dat er 100 miljoen analfabeten zijn, niet minder dan 30 miljoen werklozen en meer dan 50 miljoen mensen die slechts gedeeltelijk werk hebben. Meer dan 20 miljoen Latijns-Amerikanen weten niet eens wat geld is. Ze kennen het niet als ruilmiddel. Zo zei president Allende. Dit Forum voor de Verenigde Naties werd een tribunaal. Deze man en zijn programma werden gevaarlijk voor de uitbuiters van het internationale kapitaal. In de geheime documenten van de ITT komt ook de naam van Henry Kissinger voor, adviseur van Amerika's president voor zaken van nationale veiligheid. En steeds weer deze naam, McCone, lange tijd chef van de CIA, nu een van de directeuren van ITT. In opdracht van de directeur-generaal van de ITT organiseert en leidt McCone de samenzwering van de concerns tegen Chili. Tussen deze onzindelijke documenten bevindt zich ook een gedetailleerd rapport over de gezondheidstoestand van de Chileense president. Allende zou geen sterke gezondheid hebben. 2 aanvallen van geelzucht zouden blijvend schade aan zijn lever hebben veroorzaakt. Hij zou verder een hartaanval hebben gehad en door 2 kleine attacks zou de rechterkant van zijn gezicht gedeeltelijk verlamd zijn. Maar toen deze president sterk genoeg bleek te zijn om de bezittingen van de Noord-Amerikaanse uitbuiters van Chili te onteigenen, besloten de samenzweerders het hele land een dolkstoot toe te brengen.
Het doel was een economische ineenstorting, een economic collapse. De oorlog van de concerns tegen Chili begon. Chuquicamata, de grootste kopergroeve ter wereld, is het middelpunt van de strijd. Hier wordt volgens Allende het salaris van Chili, het nationale inkomen, door vreemden verdiend. Bij het winnen van het harde erts raakt alles wat draait en beweegt vroeg of laat versleten en moet het vernieuwd worden. Wie koper wil winnen, heeft vervangingsonderdelen nodig. De Amerikanen fabriceerden deze onderdelen met opzet niet in Chili, maar lieten ze per stuk op deze lijst in de Verenigde Staten bestellen. Wij verdedigen ons koper. Amerika verklaarde deze onderdelen heel eenvoudig van strategisch belang en verbood de verkoop aan Chili. CCC, Cobre Chileno Chuquicamata. Het muntstempel waarmee Chili zijn nationale inkomen moet verdienen. Om dit erin te kunnen slaan, moeten er 140.000 verschillende onderdelen beschikbaar zijn. De omschakeling was niet zonder meer een technisch probleem. Het was tevens een uitdaging aan de Chileense revolutie. Klassenstrijd voeren, revolutie maken. Niet alleen op de barricade, maar ook achter het bureau en de tekentafel. Aan de hand van deze tekeningen bouwen matrijzenmakers de modellen voor de gieterij. Vormen en gieten. Het gaat om vervangingsonderdelen, maar toch ook niet alleen daarom. Aan het einde van dit proces, een volkomen onbekend terrein voor iedereen, komen straks de nieuwe onderdelen de fabriek uit als even zoveel merktekens van een stuk nationale soevereiniteit. Dit is el repuesto americano y este es el repuesto nacional. Hemos tenido el obligado de hacerlos en Chile y fabricarlo, aún no teniendo haber dejado especificaciones ni planos los norteamericanos, hemos tenido con nuestra audacia los chilenos fabricarlo porque nosotros necesitamos del cobre. Este es americano, este es chileno. Amerikaans Chileens. Ze vechten voor hun koper. Amerikaans Chileens. Geen Amerikaanse onderdelen meer voor de onontbeerlijke koperproductie. Maar inmiddels wordt het Chileense militaire apparaat wel verder bevoorraad met Amerikaanse onderdelen en moderne wapens. Het doel is duidelijk. Chuquicamata en de militairen moeten de macht breken van de Unidad Popular. De zogenoemde nationaal gezinde generaals hebben zich tenslotte verenigd en aan de werkelijke nationale strijd van de Chileense arbeiders een voorlopig einde gemaakt. Met de onderdelenboycott hebben de concerns hen niet op de knieën gekregen. Ze joegen hun koper zelfs over de Wereldzee en de continenten na. Hamburg, Bondsrepubliek Duitsland. 3.500 ton Chileense ruwe koper ligt klaar om in de Noord-Duitse fabrieken tot fijnkoper verwerkt te worden, maar er gebeurt niets. Want deze staven met een waarde van 12 miljoen Duitse mark zijn eigendom van de Trustbank en geblokkeerd, zeg maar gewoon in beslag genomen. In de wereldomvattende strijd van de concerns tegen de Unidad Popular werd ook West-Europa betrokken. Chili's koper. Met haar staat of valt het hele gezin. Chili is volwassen geworden sinds het koper Chileens is. Chili's inkomen is haar koper, de aarde is haar brood. Wij verdedigen het koper tegen de aanval van het Amerikaanse kapitaal. Defendamos el cobre. Overal in het land was deze trotse leuze te zien. Maar in juni 1973 lag deze zelfbewuste afbeelding al stuk gescheurd op de grond. Een staking in de kopergroeven van El Teniente breidt zich plotseling uit tot een rel. Hoe kon dat gebeuren? Este conflicto revistió en Chile características de la mayor importancia. Aquí se produjo un apoyo en comestibles
se produjo un apoyo gremial, se produjo un apoyo de la prensa, que fue respaldando día a día a este gremio. Y todo esto se canalizó a través de nosotros. Fui expulsado de mi trabajo. Hemos sido perseguidos. Hemos tenido órdenes de detención por este apoyo que le hemos dado a los trabajadores del teniente. Pero hoy día podemos decir que este conflicto tuvo un éxito rotundo. Een doorslaggevend succes. Maar voor wie? Voor het volk van Chili? Zij die toen in Santiago de straat opkwamen, waren voor het merendeel niet uit El Teniente afkomstig. Deze agitator heeft ze op de been gebracht. Het conflict van El Teniente werd alleen maar georganiseerd om de hoofdstad van het land in opschudding te brengen, want met de arbeiders van de kopermijnen heeft deze man niks te maken. Bien, actualmente yo soy presidente de la Confederación Única de Profesionales de Chile, que agrupa a unos 50.000 profesionales, trabajadores con calificación profesional que prestan sus servicios en distintas industrias o reparticiones del país. Bazán leidt dus een van die beroepsverenigingen van de middenklasse die in Chili gremien, corporatie wordt genoemd, een soort standsorganisaties. De belangrijkste is de gremien van de transportondernemers, dat vanuit dit hoofdkwartier geleid wordt en als een waar monopoliebedrijf 90% van Chili's goederenvervoer beheerst. De topleider van de transportondernemers is León Villarín. Vroeger was hij lid van de Socialistische Partij, maar in de Verenigde Staten werd hij tot CIA-agent opgeleid. Deze man heeft zijn strak georganiseerde aanhangers in een vrijwel gesloten front in de strijd gebracht tegen de Unidad Popular, op het moment dat de regering Allende in het nationaal belang aan de opbouw van een staatstransportnet moest beginnen. Wat Villarín voor de transportondernemers betekent, is Bazán voor de technocraten. Nosotros aquí tenemos una gran organización en la base, disciplinada, consciente, responsable. Lo demostró el paro de octubre. Oktober 1972. De organisatie van transportondernemers weigert te werken. Een ondernemersstaking. De corporatie van autobuseigenaren legt het vervoer van passagiers lam. Wie toch wil rijden, wordt door fascistische bendes geterroriseerd. Het gremien voor de detailhandel heeft haar leden bevolen de levensmiddelenvoorziening aan de bevolking te staken. Dit is al lang niet meer een conflict over gewone eisen van de middenstand. Deze georganiseerde actie was de eerste poging van rechtse belangengroepen om door een economische chaos en ineenstorting van het land het klimaat voor een staatsgreep te scheppen. Si usted me pregunta si yo fui partidario, no soy partidario de un golpe de Estado. Si yo fuera, no se lo diría en este momento. Dat moment was de 24 juli 1973. Er resten nog 42 dagen tot de 11e september, de dag van de coup. Achteraf bekeken is het duidelijk dat de door Bazán georganiseerde rellen een onderdeel vormen van een groots opgezet complot dat op de staatsgreep vooruit loopt. Hoeveel denkt u dat de regering Allende door uw staking heeft verloren? Créame que no conozco la cifra exacta, pero aproximadamente para los ingresos esto tiene que haber costado una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Toen de arbeiders van El Teniente weer aan het werk gingen, was het nationale inkomen van Chili enorm teruggelopen en het land politiek verzwakt. Al sinds de jaren 20 verdienden de koperarbeiders van El Teniente meer dan de andere Chilenen, omdat de kopermaatschappij iedere vorm van arbeidsonrust wilde voorkomen. Tijdens het Allende-bewind weigerden deze arbeiders hun bevoorrechte positie prijs te geven en het was deze omstandigheid die door Bazán werd uitgebuit voor zijn eigen doeleinden. Toch mislukte zijn stakingsplannen toen de arbeiders in de gaten kregen dat ze misbruikt werden om Allende ten val te brengen. En toen zelfs dit niet de gewenste uitwerking had, wist de reactie nog maar één uitweg. Me pregunta usted si un golpe de Estado es el único camino. Es un camino. Es un camino que en Chile se ha usado muy pocas veces, pero que deben usarlos quienes pueden usarlo, si es que es necesario.
Si se usa, debe usarse porque llegó el último argumento. Het laatste argument van de rechtse antidemocraten, het fascisme. Meneer Bazan, we hebben op vele bedrijven de Chileense vlag gezien en opschriften als dit bedrijf is in handen van het volk. Wat zou je met deze bedrijven doen wanneer u het voor het zeggen had? Yo creo que esas empresas deben devolverse al área privada. Compra 5.000 tantes a la 8. Vendo 10.000 a 10. Pasor, vendo 20.000 pasor. Compro 20.000 pasor a 12. De beurs van Santiago draait op volle toeren sinds de bedrijven waar eens de Chileense vlag wapperde aan de vroegere eigenaren werden teruggegeven. La bolsa ha subido en sus cotizaciones tanto en los precios como en la cantidad de acciones transadas debido a la confianza que existe en que el nuevo gobierno le va a dar a la empresa privada la verdadera dimensión que debiera haber tenido siempre. Refinería Viña. Viña. Viña Valpo. Wat wordt hier verhandeld? Wat staat er achter deze namen? Neem deze eens. Yarur. Hoe lang is dit geleden? De fabriek van textielmagnaat Yarur heette nu Ex-Yarur. Een gebied vrij van uitbuiting. Dat staat er boven de poort geschreven. Vrij van uitbuiting, dat is niet alleen een economische definitie. Hier wordt de mens centraal gesteld. Het gaat om de menselijke waarde en de kans om zichzelf te ontplooien. Ja, compañero. Yo hace 30 años que trabajo acá. 30 años. Y recuerdo... Hay mucho y amargo. Por ejemplo, ahí está que nosotros trabajábamos tan humillados que teníamos para poder mantenerlo en, la, en el trabajo, tenían, lo hacían hacer juramento, la calavera que se llamaba, bien entendido. De kelder van het directiegebouw, het macabre requisiet met een ongelofelijke geschiedenis. Muchas humillaciones, papá. ¿Qué va a poder hacer? Bueno, en una palabra le diré que humillación hasta decir basta. 30 jaar geleden, de textielmagnaat Yarur tijdens een ronde door de fabriek. Een uitbuiter die zijn arbeiders om een doodskop gehoorzaamheid liet zweren. La producción ahora, a la actual. Yo considero que está mejor que antes. Está mejor. E incluso la gente, por ejemplo, los trabajadores también están monetariamente y respecto al trabajo están mucho mejor. Hay aquí libertad, ellos tanto de pensamiento, ellos trabajan a su gusto. ¿Eh? Nadie tiene que estarse preocupado que uno lo esté, como antes vulgarmente se decía, sapeándolo, ¿eh? Amarrándolo. O eso no, ahora, hoy día no existe. Ex-Yarur, gebied vrij van uitbuiting. Nu heet het weer de NV Yarur. Terugkeer van het kapitaal, terugkeer van het geweld. Pero tampoco creo en el mito de que un obrero por ser obrero todo lo puede. Aquí hay que volver a ciertos valores de jerarquización que ha habido en el país en los últimos años. Nosotros creemos, señor, que el trabajador no debe ser insultado entregándole responsabilidades que sabemos que no puede cumplir. In deze ruimte zetelde eens de directeur van een kapitalistische onderneming. Daarna werd het bedrijf, de verffabriek Cerecita, geleid door Chileense arbeiders. Los trabajadores de Cerecita éramos uno de los gremios más mal pagados en Chile.
al asumir nuestro gobierno popular, elegido por la clase trabajadora de este país en su mayoría, decidimos dar una lucha frontal por nuestra situación económica y social. Al mismo tiempo, hicimos una denuncia sobre el uso en cantidades industriales de aceite comestible que en aquella época escaseaba para el consumo popular. La respuesta de la industria a nuestro pliego de peticiones fue de que teníamos que esperar la solución que llegara de la Alemania Federal, de la cual hay una mayoría de accionistas. Nosotros no aceptamos esta respuesta de la Alemania Federal y fue así como seguimos nuestra lucha hasta lograr la intervención de la industria, con la cual nos sentimos muy conformes y esperamos que definitivamente pasemos al área social, única meta para nuestras conquistas futuras. Bueno, del momento que flamea esta bandera acá, nosotros, dirigentes sindicales, hemos conseguido varias conquistas que están bastante rezagadas acá en la empresa, especialmente como elementos sanitarios, cambio de casillero y otras garantías que antes nunca habíamos tenido. Het ging om het meest eenvoudige, meest elementaire. Maar zelfs dat was niet te verwezenlijken in die tijd dat het kapitaal voor 90% uit West-Duitsland afkomstig was. Toen telde niet de waarde van het leven, maar alleen de winst. Deze allersimpelste voorzieningen konden pas gerealiseerd worden toen Keresita door arbeiders werd geleid. Nosotros creemos, señor, que el trabajador no debe ser insultado entregándole responsabilidades que sabemos que no puede cumplir. Een kalender voor het jaar 1973, uitgegeven door de arbeiders van Keresita. Een drukwerkje waarmee de respectabele militaire junta sympathie tracht te verwerven, met onder andere deze lijst van bedrijven die aan vroegere kapitaaleigenaren zullen worden teruggegeven. Keresita. Hier het Chileense filiaal van een Duits chemisch concern, van waaruit dit vertrouwelijke rapport aan de concernleiding werd geschreven. Betreft regeringswisseling in Chili. De zolang verwachte ingreep van militairen heeft eindelijk plaatsgevonden. De 11e september, 's morgens om 8 uur, omsingelden eenheden van politie en leger het regeringspaleis in Santiago. Om 12 uur volgde een luchtaanval met bommen en raketten die het regeringsgebouw grotendeels verwoestte. Het tegenover ons bureau gelegen gebouw van de communistische partij werd met tanks aangevallen en uitgerookt. We zijn van mening dat de actie van militairen en politie niet intelligenter gepland en gecoördineerd had kunnen worden en dat het een actie betreft die tot in de puntjes is voorbereid en schitterend uitgevoerd werd. Chili zal in de toekomst voor de productie van heugst in toenemende mate een interessante markt zijn. En dit is de man die het vertrouwen van het internationale kapitaal verwierf, junta-leider Pinochet. El día 11 de septiembre, on September the 11th, se llevó a efecto en forma coordinada, it took place in a coordinated way, primeramente first, un apresto, a preparation, y seguida una comunicación al señor presidente de la República. A communication to the Mr. Allende para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relay
the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. But Mr. Allende refused this proposal. Durante cuatro oportunidades se le pidió que se rindiera garantizándole la vida y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. In four occasions he was proposed surrender, assuring his life for him and his family and the facilities to leave the country and to be taken to any country he would like to go. Ante la negativa del señor Allende, se procedió a bombardear la moneda y posteriormente a ocuparla con las tropas. Seeing the decision of Mr. Allende, an air attack was ordered and then the moneda was occupied by the troops. De vermoorde president van de Republiek wordt weggehaald. In het geheime archief van de moordenaars, de laatste foto van Salvador Allende. The masses resistance has not finished. Aún quedan extremistas. There are some extremists. Pero yo debo manifestar que Chile está en este momento en estado de guerra interior. In the state of interior war. Nosotros no tenemos prisioneros políticos en este momento. Tenemos detenidos que son delincuentes. Aparte de la mayoría de los ministros que integraban el antiguo gobierno, que se encuentran actualmente detenidos en una isla de nuestro país, puedo manifestar de que entre los prominentes miembros de los partidos que integraban la Unidad Popular, que se encuentra detenido, se encuentra el señor Luis Corbalán, el secretario general del Partido Comunista Chileno. Luis Corbalán. Zo zagen we hem nog in de zomer van 1973, beproefd in tientallen jaren van strijd aan het hoofd van de Arbeiderspartij. 25 jaar geleden kwam hij voor het eerst in een concentratiekamp. Luis Corvalán, op hem joegen de fascisten met felle haat. Luis Corvalán, onder het geweld van de junta. Así que prisioneros políticos no tenemos nosotros. Sí que tenemos delincuentes. Het eiland Dawson, gelegen aan de punt van Zuid-Amerika, aan het einde van de wereld, door de junta als concentratiekamp uitgekozen. Dit zijn de enige officieel toegestane opnamen. Een onherbergzaam eiland met een hard klimaat, zuidelijk van het bewoonde deel van de aarde. De gevangenen moeten hun eigen onderkomens bouwen. Op dit eiland moeten ze lichamelijk en geestelijk kapot gemaakt worden. De kopstukken van de beweging van het Chileense volk. Mire, efectivamente, como usted señala, durante los tres años casi que duró el gobierno del presidente Allende, desde mi posición de presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, me correspondió luchar activamente en contra de su régimen, particularmente en el campo económico. Wat betekent voor u en de andere industriëlen de 11 de septiembre de 1973? Mire, usted comprenderá que para mí
lo ocurrido el día 11 representa realmente, casi le diría yo, que la coronación de toda una obra. Mire, uno de los pilares en los que se va a sustentar la nueva estructura económica chilena es el acceso del capital extranjero. En eso yo quiero ser extraordinariamente franco, extraordinariamente claro. El capital extranjero va a tener amplias posibilidades de acceso a Chile y de acción en Chile, acción atractiva para él. Contestando concretamente su pregunta, le voy a decir que sí, efectivamente, hasta ahora, nuestras conversaciones preliminares con quienes representan fuertes sectores de capital extranjero han sido extraordinariamente cordiales y han sido extraordinariamente fructíferas para Chile.
esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo te dará un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe
defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.